Ik ben Pantelis Hatzidiakos. Ik speel bij AZ Alkmaar. Dit is de 11. 18. Ik ben 18 januari, ben ik jarig. Olympico. Ja, hij was in Griekenland, met Jong Griekenland. In Xanthi Arena heet dat volgens mij. Ik zit gewoon een beetje in het midden, man. Ja, dus normaal gesproken zitten veel mensen achterin en zo, maar gewoon lekker in het midden. We hebben tafel. Je kan gewoon lekker kaarten of zo, of een beetje je, je telefoon leggen, kan je gewoon films kijken. Ja, meestal met Albert Gudmundsson. En ja, voorheen was wel Adam Maher. Ja, het is wel altijd wel een goede groepje in het midden. Ja. Ik vind tenue van Liverpool vind ik wel echt vet, man. Gewoon mooi rood. Gewoon met een beetje witte lijnen. En een keertje was het goud ook nog, die lijnen. Dus dat vind ik wel vet. Rood vind ik wel mooi. Ja, onze derde tenue. Vind ik, ja, die vind ik echt lelijk. Die heeft volgens mij Granada ook. Ja, die is echt lelijk. Ja, irritant vond ik bijvoorbeeld Immobile. Die was zeg maar, steeds een beetje diep aan het lopen en als je hem aanraakt ging hij steeds vallen en zo, weet je. Dat was echt gewoon vervelend. Want ja, af en toe scheids gaat wel fluiten, af en toe niet. Gelukkig die wedstrijd was het niet zo, maar toch elke keer het gevoel geven, weet je wel. Dus elke keer gewoon vallen. Dus dat vond ik wel gewoon lastig en die loopacties en zo waren wel goed. Ik was wel van acties maken, ik ben nu wel centraal verdediger. Maar gewoon voetwerk en zo, weet je wel. Gewoon een beetje uitdagen, panna's geven. Wel altijd die spelen, ja. Ja, ik heb wel een ritueel, ja. Ik zet altijd mijn linker sok en dan mijn rechter sok aan. En daarna word ik nog een keertje, zeg maar, getaped. Dus dan moet ik mijn sokken uit en dan moet ik sowieso weer mijn linker en dan mijn rechter sok. En dan eerst linker voetbalschoen en dan rechter voetbalschoen. Van alles, maar meestal, ik luister naar Josilvio en Lijpen. Ja, gewoon een beetje dat, een beetje mixen. En af en toe wel Griekse muziek ook natuurlijk. Hè. Ik zou eerst ja, gewoon Champions League winnen. Dat is natuurlijk wel, je speelt ook, je maakt die finale ook mee. Dat is denk ik wel de allerbelangrijkste. En dat je speelt. En voor je carrière is dat belangrijk. En natuurlijk WK winnen op de bank is ook mooi. Voor het nationale team. Als je bijvoorbeeld wel de finale speelt, dan zou ik het WK zeg maar nu Champions League.